tijd om zoveel snelheid nog op te bouwen om door de vlag heen te gaan. Komt er wel kort bij. Maar je ziet het verschil in snelheid als je kijkt naar de twee pogingen van de Sound of Dynamite en deze Gerard Hopmans. Aan deze kant gaan wij ervoor terug. Ietsje even naar voren omdat hij er net niet helemaal recht voor staat. Dat is natuurlijk een safety issue die hier recht aangehaakt staat. Maar gaat er een keer los, dan hoort hij die kontel. En de kontel gooien is nog niet zo heel erg. Maar de kontel gooien betekent ook dat de neus daarbij scheef staat. Maar als hij dan theoretisch oppakt en als een streep gaat. Dus de kans is heel groot dat ergens in de buurt van linksen of rechter in de lijn uitkomt. Vandaag gereden door Leinoud van Beek. Deze trackpoint op de vloedhulde. Strijdend in de allersterkste motorkap passen die we hebben binnen de NWO in de Superstars. En zo verdienst de Kei